Waar ik mijn inspiratie vandaan haal is eigenlijk een beetje in alles wat ik om me heen zie. Ik probeer eigenlijk overal een beetje dingen vandaan te halen en dan mijn eigen creativiteit op die inspiratie los te laten gaan. Wat je eigenlijk heel veel ziet momenteel in de juwelenbranche is mix en match van alles door elkaar, symmetrisch, asymmetrisch. Dus de do's zijn eigenlijk, doe gewoon lekker waar je je goed bij voelt, wat je zelf mooi vindt staan. En ja, de don'ts zijn er eigenlijk niet. Ik ben super trots op Giselle dat ze nu ook die sieraden ontwerpt. Ik weet hoe cool het is en ook wel hoe moeilijk het kan zijn. Dus ik kan niet anders zijn dan gewoon heel trots en dat ik het super mooi en leuk vind. Ik vraag het liefst mijn tante om advies uit de familie. Zij heeft natuurlijk haar eigen juwelenmerk dat heel goed gaat, Choices by DL. En heeft ze super knap opgebouwd en ik hoop ook ooit zo groot te worden. Dus als ik advies nodig heb, ga ik altijd naar mijn tante toe. Lastige, maar ik denk toch lente, omdat je dan nog met een jasje lekker op een terrasje kan zitten. Dan ga ik toch voor de zomer. Juist richting de zomer, een beetje daar naartoe, vind ik denk ik dus lente nog wel lekkerder dan de zomer. Toch Saint-Tropez, omdat Frankrijk voelt echt als thuiskomen voor mij. Ik ga echt voor Ibiza, want ik ben nog nooit in Saint-Tropez geweest. Ibiza. Zomerjurkje. Ik hou wel van stoer met een beetje sexy, dus dan lekker een stoer shortje met een sexy top erop. Ik zou gaan voor overdag een short met een top en dan 's avonds voor een heel sexy jurkje. Geelgoud. Geelgoud. Dat vind ik een lastige, want ik hou heel erg van alles een beetje met elkaar combineren. Maar als ik dan een keuze moet maken, dan ga ik toch voor rosé-goud. Dan ga ik toch voor een collier. Zeker als je zoiets aan hebt als wat ik nu aan heb met een lage V-hals, dan is een collier iets wat je gelijk ziet op het eerste oog. Ik heb toen ik 18 was een ring gekregen van mijn ouders en die heb ik, behalve nu, heb ik die altijd op. Lastig, want ik denk armband en ring, maar als ik moet kiezen, ring. Ja. Deze hartencollectie met rosé goud en diamant. Mijn favoriete item is toch wel dit armbandje. Ik vind dat geel goud met diamanten echt prachtig. Ik heb sinds kort een tweede gaatje. Dus dan ga ik voor die mix en match oorbelletjes. En ik heb er nu twee in en ik vind dat echt helemaal leuk. De collectie is nu al verkrijgbaar, zowel online als bij ons in de winkels. Er kan nu natuurlijk weer geshopt worden en afspraken gemaakt worden. Dus vanaf nu kan iedereen wat moois uitzoeken uit de collectie.